Vanaf de plek waar het in 2006 allemaal begon, het surfstrandje in Almere Haven, kijkt de Geus vooruit, maar ze denkt ook terug aan 2016. Ze wil de nare smaak van 4 jaar geleden in Rio de Janeiro wegspoelen in Japan. Tijdens de Spelen in 2016 miste ze op een hana het podium en werd toen vierde. Ondertussen is dat wel een beetje gezakt, maar het zit nog steeds wel diep, zeg maar, als ik daaraan terugdenk. En ja, het geeft me ook wel extra agressie en motivatie om toch in Tokio wel uiteindelijk natuurlijk mee te doen voor het goud. Ja. Want je greep toen net naast het podium. Ja, nu is het natuurlijk de bedoeling om daar op het podium, maar ook echt goud te halen. Ja, zeker. En dit is gewoon weer een hele andere campagne, omdat nu ga ik echt voor Tokio als topfavoriet erin. En in Rio was ik een beetje de underdog die eigenlijk alle topfavorieten als gevaarlijk zagen. En dus het is weer een heel ander soort Olympische Spelen die ik ga meemaken. Ik heb een stuk meer ervaring en ik denk dat mij dat ook wel gaat helpen. De Geus heeft inderdaad veel meer ervaring en zelfs de titel wereldkampioen op zak. Ik ben een stuk rustiger geworden, ook mentaal. Ik kan goed omgaan met als ik een wedstrijd slecht heb gevaren, dat ik dan niet heel lang in mijn emoties kan blijven zitten. Daarnaast ben ik nog allrounder geworden met licht weer, harde wind. Kan ik gewoon top 5 resultaten neerzetten. We hebben aan de details kunnen werken op techniek vlak, maar ook op fysiek. Ik heb mijn lichaam nog beter leren kennen. Ik weet nog meer beter om te kunnen gaan met de arbeid-rustverhouding. En ja, dat was voor mij ook wel eigenlijk een heel groot dingetje voor campagne. Dus al die dingen bij elkaar maakt me gewoon een stuk meer ervaren als topsporter. Eerst vaart de Almeerse volgende maand het WK in Australië. En daarna gaat ze echt toewerken naar de Olympische Spelen. Al met al moet 2020 een mooi sportief jaar worden voor de Geus. Ja, mijn grootste wens is zeker goud halen. En ja, dat is ook het grote doel. Maar windsurf is altijd wel een sport. Ja, we zijn zoveel afhankelijk van externe factoren. Je probeert zo around mogelijk te zijn als windsurfer of zeiler. Maar je weet het nooit. Maar ik ga zeker voor goud. En we gaan zien wat het gaat worden dan.